Na een aantal gelijke spelen, Bob Peters, is het dan niet hoofdzaak om te gaan trainen op afwerken? Want heb je de jongens niet verteld, als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, dat je dan wint? Niet altijd, want volgens mij tegen Jong AZ hebben we gescoord de 2-1 of de 1-2 en werd hij afgekeurd. Dus, nee, maar okay, de jongens doen hun best en we werken heel hard op training. Je hebt de training ook gezien. Ik denk dat er wel een goede energie, een goede vibe in zit. Iedereen is bezig met beter te worden. Alleen ja, moet je jezelf soms belonen, maar ja, hopelijk kan dat heel snel gebeuren natuurlijk. Willem II verliest maandag van Jong PSV, dus daar zal de druk er ook wel op zitten. Zij moeten vol gaan. Ja, en dan is het voor mij toch altijd een beetje afwachten hoe mijn team of ons team daarmee te omgaat. Ja, want ga je dan daar extra een beetje op trainen, op de wedstrijd tegen Willem II? Ja, we hebben gisteren en vandaag een aantal tactische dingen geprobeerd om te zien hoe we er druk op krijgen bij hen. Maar nogmaals, als Willem II beter is, zal je op een gegeven moment misschien achteruit moeten. Maar onze intentie is altijd proberen druk te zetten en vooruit te voetballen. En de ene keer lukt dat al beter dan de andere, maar het moet wel de intentie zijn. En nogmaals, is een tegenstander beter, ja, dan moet je soms achteruit. Dat zijn de wetten van voetbal. Ja, het leuke is om Peter van Ooyen voor de camera te krijgen. Dan moet je er veel voor doen, Peter. Want ja, eigenlijk ben je de laatste wedstrijden belangrijk voor Helmond Sport. Ja, klopt. Ja, twee keer gescoord. Dus, ja. Is dat iets speciaals te scoren voor jou? Nou, ik was nooit een speler die veel goals maakt. Ik ben er wel mee bezig. Ik was meer een speler die assisten geeft. En ja, ik ben blij dat ik nu twee keer score achter elkaar. Ik had zojuist met Peter van Ooyen over. Wordt hij nou de nieuwe clubtopscorer? Want hij maakt er eigenlijk regelmatig elke week wel eentje. Ja, maar je bent net begonnen met te zeggen dat we één meer aan de tegenstander moeten maken. Dus zal Peter af en toe twee moeten maken om ons te doen winnen. Ja. Maar nee, Peter, zijn we mee aan de slag gegaan. Moet steeds meer in en rond die 16 meter komen. En dat gaat zijn vruchten afwerpen. En hopelijk kan hij dat de komende tijd ook nog gaan doen. Hoe ben jij zo'n belangrijke schakel tussen die spelers bij Helmond Sport de afgelopen zeg maar, maanden? Ja, ik denk ja, dat iedereen is belangrijk. Ik heb de spelers ook nodig die mij die ballen kunnen geven. En andersom ook. Dus ja, in principe, het is niet zo dat ik vind dat ik... Ja, je bent wel belangrijk, maar iedereen is belangrijk voor het team. Dat is inderdaad zo, maar voor jou is het een extra stempel. Hè? Want de laatste weken letten heel veel mensen toch op jouw spelletje. Ja. Heb je dat zelf niet in de gaten? Nee, ik ben daar niet echt mee bezig. Ik wil gewoon dat wij het beste eruit halen met Helmond. En daar doe ik elke dag mijn best voor. Nee, je hoeft maar één ding te doen. Deze keer tegen Willem II de ballen hoog schieten, want ze hebben een kleine doelman. Ja, Lamproe, maar is wel, ik vind het wel een goede doelman. Maar het maakt niet uit of we hem laag of hoog schieten als hij er maar in gaat. Hè. Al scoren we met de kont, lekker belangrijk. Maar uiteindelijk, het zijn natuurlijk geen makkelijke wedstrijden. Want nogmaals, Willem II is toch een traditieclub. Ik heb regelmatig tegen hen gespeeld toen ik nog in de Eredivisie speelde. Dat was altijd toch wel een zware wedstrijd met een heel furieus publiek dat er heel kort op zit. Maar het is aan ons om te zorgen dat ze zich tegen hun eigen ploeg keren.